We hebben de bestaande asfalt niet vervoerd naar een asfaltcentrale waar het dan opnieuw warm hergebruikt wordt. Dat betekent dat het eerst opgewarmd moet worden. Heel veel gas voor nodig is. Dat is hier niet gebeurd. We hebben het wel gefreesd met een grote frees. En ter plaatse hebben we het gebonden met schuimbituum. En op die manier hebben we een constructieve, sterke fundering gekregen. Die zo sterk was dat we met een laag van 3,5 cm asfalt een goed fietspad hebben kunnen maken. Hoeveel is die besparing eigenlijk totaal geweest? In CO2 zitten we op 58%. Dus we hebben dus 58% minder CO2 uitgestoten dan in een conventionele manier. En waar zit dat dan in? Zit dat bijvoorbeeld ook in die transportbewegingen? Ja, zeker in transportbewegingen. Want ik heb min of meer voor de gein eens uitgerekend. Als we ons bestaande asfalt gefrist zouden hebben en naar de Hengelo of Rijssel zouden hebben gebracht waar de centrale staat. En alle andere werkzaamheden die heel veel vervoer met zich meebrengt, dan hebben we alleen op vervoerskosten al 25.000 kilometer bespaard. Waarom wordt er niet overal gedaan? Ja, soms dan moet je een beetje je nek uitsteken. Het is innovatief, het is nieuw. En dat is die weg, die is. Ja, waarom heeft iedereen zonnepanelen? Ja, het is een weg die we met z'n allen moeten afleggen en kijken wat de mogelijkheden zijn waar we komen. Is dit nou iets wat de gemeente vaker wil doen? Ik denk dat we in eerste instantie afwachten hoe zich dit houdt. We gaan ook zeker nog eens uitrekenen wat het financieel allemaal gekost heeft. En of we ook financieel nog de nodige besparingen hebben gehaald. En de verwachting is wel zo dat het niet alleen op CO2-gebied een besparing is. Maar ook op financieel gebied de nodige euro's bespaard hebben. Ja, dan is de kans wel aanwezig dat we een volgende project op dezelfde manier aan gaan pakken.